Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het voelt goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen, geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Welkom bij Studio ADO. ADO Den Haag speelt zondag de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Op bezoek in het Cars Jeans Stadion komt landskampioen PSV. Donderdag na de training was er weer de wekelijkse persconferentie. Rob Blankenstein stelt de vragen aan trainercoach Fons Schoenendijk. Even naar het afgelopen weekend en het weekend daarvoor. Niet in actie geweest. Kwam het toch goed uit, die relatieve rust? Ja, zeker. Want... Dat heb ik wel gezien tegen Heerenveen, de laatste wedstrijd, waren we niet fris. Ja, het piept en het kraakt een beetje aan alle kanten. En natuurlijk, het zat heel kort op Twente. Ja, we merken wel dat we richting einde seizoen gaan. Dat je wel wat pijntjes hier en daar hebt in je groep. En dan is het wel goed om een keer even het gas eraf te halen. Want dat was echt wel nodig. Dan komt PSV zondag op bezoek. Is ook bepalend, uiteraard moet je zelf top zijn, maar is ook bepalend hoe PSV hier naartoe komt. Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk gezien de ploeg waarmee ze tegen Roda hebben gespeeld. En daar liepen toch in één keer 5, 6 anderen in. Ik verwacht niet dat ze dat hier ook gaan doen. Dus dat wordt toch wel een heel ander PSV als die wedstrijd vlak na dat kampioensfeest. Dus ik verwacht wel gewoon dat PSV volle oorlogsterkte komt. Of ze moeten wel blessures hebben, wat betreft Luc de Jong bijvoorbeeld of Soet. Dat weet ik niet hoe die ervoor staan. Is nog bepalend, alle wedstrijden beginnen om 2:30, de tussenstanden van de concurrenten, dat je wellicht in kan grijpen of gaat dat te ver? Wij gaan echt alleen maar op onze eigen wedstrijd richten. Het heeft geen enkele zin om dat allemaal in de gaten te houden, want dan ben ik met 8 andere velden bezig, dat heeft geen zin. Dus we gaan lekker ons concentreren op onze eigen wedstrijd. We weten dat we er iets aan over moeten houden. Daar gaan we alles aan doen. En dan kijken we wel om 4:15 hoe we ervoor staan en of we dan inderdaad nog steeds in de race zijn of niet. Ik verwacht van wel. En dan gaan we nog één keer naar Roda om het daar af te maken. Maar je zal eerst zelf iets hier moeten doen. Hoe fit is de groep op dit moment? Ja, de rust heeft ons wel weer goed gedaan. Ik zie weer mensen aansluiten. Ik zie Becker op het veld. Ik zie dat EBW weer aan het trainen is. Ik zie dat Swinkels weer aan het trainen is. Dus dat is allemaal positief. Iets minder positief is het voor Trevor David. Die gaat dat niet halen. Die knieblessure is waarschijnlijk voor hem is het einde seizoen. En voor de rest staan we er niet slecht voor. Ik hoor je niet Björn Jonsson noemen. Ja, Björn die is niet op het trainingsveld. Dat klopt. Maar dat is uit voorzorg. Naar alle... Ja, eigenlijk waarschijnlijkheid sluit hij morgen weer aan. En is het uit voorzorg vandaag dat hij niet getraind heeft. Tot slot, Swinkels wel of niet in de goal zondag? Nee, in principe speelt Indy. Maar is het wel zo dat hij weer op het veld staat en dat het absoluut niet slecht gaat. Dus we zullen zien of hij nog in actie komt dit seizoen. Succes zondag. Dankjewel. En na de persconferentie kwam voor de camera van Haaglanden voetbal Tom Beugelsdijk. Rob Blankenstein praat met hem. Tom, nog 2 wedstrijden. Gaan we het redden als ADO zijnde?
Nou ja, kijk, we gaan er in ieder geval alles aan doen. We krijgen nu een hele mooie wedstrijd PSV thuis hier. PSV is natuurlijk kampioen. En ja, wij moeten hier vol ervoor gaan om het nog te halen inderdaad. Ja. En dan die week erop spelen we tegen Roda. Je moet sowieso top zijn überhaupt om PSV te kunnen verslaan. Het ligt daar ook aan met wat voor instelling PSV hier naartoe komt. Als je afgaat tot de laatste wedstrijd, toen was er ook 5, 6 andere mensen tegen Roda. Dat scheelt wel een slok op een borrel. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, PSV blijft kwaliteit houden. En ik ga ervan uit dat PSV professioneel genoeg is om die wedstrijden gewoon 100% te geven. En wij moeten ook 100% geven. En wij moeten met z'n allen, 18, 20 wissels, basisspelers moeten knokken. En de jongens die erin komen. En dan hebben wij gewoon hier thuis altijd een goede kans. Uiteraard moet je de wedstrijd sowieso winnen. Wil je blijven meedoen, zeg maar? Zit je bij jezelf ook een beetje te rekenen van ten aanzien van de concurrentie? Daar konden ze wel het punt gaan laten liggen, of? Ja, tuurlijk ben je daarmee bezig. Ik kijk constant naar de concurrenten en die hebben ook nog een moeilijk programma. Ik bedoel, ik weet niet of je PSV per se moet winnen. Ik bedoel, ik denk dat je niet mag verliezen. Ik denk als je een punt pakt en Roda misschien wint met 4 punten, dan kan je, ben je ver op weg. Maar eerst PSV knallen en hopen op 3 punten te missen. Hopen, we gaan er alles aan doen om 3 punten te pakken. Volg jij altijd de spelersklassementen? Met andere woorden, VI. Sta jij als speler van Adel Haag het hoogst van de hele selectie, zeg maar? Volg je dat soort dingen? Niet wekelijks. Ik weet wel dat ik daar bovenaan sta. Maar dat is leuk. Nee. Maar ik heb liever dat we zondag lekker minimaal een punt pakken. Goed, dat geeft ook aan dat je gewoon met een heel goed seizoen bezig bent. Ja, ik voel me goed en op de kleine blessures na en de schorsing na heb ik redelijke wedstrijden gespeeld. Ik denk dat Heerenveen weer een matige off-day was. En tenminste niet alleen van mij, maar ook van mij. En, maar verder ben ik goed bezig en ik wil deze lijn doortrekken en helemaal graag tegen PSV. Wordt een leuke duel zondag, Beugelsdijk en De Jong? Ja, ik weet niet of De Jong gaat spelen. Ik weet dat hij een pace heeft afgescheurd, wat ik heb meegekregen. Dus ik weet niet of hij wil spelen. Ik hoop dat hij speelt en dan kan ik knallen. Dan kan ik hem een hand geven, ja. Dus. En met Tom Beugelsdijk zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. ADO Den Haag nog steeds in de race voor eventueel de play-offs. Maar dan moet er zondag natuurlijk wel gewonnen worden in het Cars Jeans Stadion van PSV. De wedstrijd begint om 2:30 maandag op 070 TV en haaglandenvoetbal.nl nabeschouwing van die wedstrijd. Voor nu bedankt voor uw aandacht en graag tot maandag.